Hallo, ik ben Martina Bartelink en ik vertel je in deze video hoe je de digitale veiligheid in jouw bedrijf kunt monitoren. Met monitoring houd je je vinger aan de pols. Maar wat is monitoring eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? Over monitoren valt veel te zeggen en er zijn veel keuzes te maken. In deze video noemen we het belangrijkste dat je moet weten. Zoals je weet uit de andere video's hoort ook bij de beleidscyclus over IT en informatieveiligheid een plan, do, check, act cyclus. Daarbij is de inrichting en uitvoering van de informatieveiligheid gescheiden van het beleid en de controle erop. In de NEN 7510 wordt deze cyclus het Information Security Management System genoemd, ook wel het ISMS. Als bestuurder moet je erop toezien dat iemand verantwoordelijk is voor het bijhouden van een ISMS. In de meeste gevallen is dat de CISO. In het ISMS staan alle beheersmaatregelen vanuit de NEN 7510. De uitvoering van deze beheersmaatregelen is verspreid over verschillende afdelingen, zoals de afdeling HR of de afdeling opleidingen. De CISO heeft hier zicht op en ziet erop toe dat afdelingen de beheersmaatregelen conform ISMS blijven uitvoeren. Ook weeg je de risico's van de organisatie af. Welke risico's zijn er? Welke gevolgen brengen deze risico's met zich mee? Wat is de schade van dit risico en hoe groot is de kans dat dit gaat voorkomen? Ten slotte definieer je het risiconiveau voor acceptaties. Wat vind ik wel acceptabel en wat niet? En je bepaalt de maatregelen om de risico's te voorkomen. Dit proces leg je vast in het risicobeoordelingsproces. Je voldoet alweer aan een stap in de NEN 7510. Dan ga je monitoren of alles werkt zoals is bedacht. Het monitoren van informatie betekent het verkrijgen van informatie als er iets aan de hand is met een bepaald systeem. Je ontvangt informatie, een melding. Zoals let op, het gaat mis of iemand weet hoe hij misbruik van je systeem of apparaat kan maken. Monitoren kan op verschillende manieren. Je kunt als organisatie zelf monitoren door standaard een antivirusscan, anti-malware scan en firewalls te gebruiken. Je voorkomt daarmee binnendringers. Maar je ziet ook hoeveel er is tegengehouden en wat voor soort aanvallen er zijn geweest. De scans en systemen monitoren verschillende dingen. Bij je inkoop houd je hier rekening mee. Je IT- of netwerkleverancier is verantwoordelijk voor het updaten van de monitoring. Je kunt dit monitoren dus zelf doen als organisatie. Maar er zijn ook bedrijven die het monitoren voor je doen. Internetproviders verkopen hun scans en monitoring ook vaak mee. Standaard scans en firewalls helpen bij het voorkomen van schade aan systemen of apparaten. Als er gemonitord wordt, worden op basis van wereldwijde informatie dreigingen en kwetsbaarheden doorgegeven. Bijvoorbeeld wanneer een organisatie wordt gehackt en een bepaald systeem wordt gehackt. De specifieke kwetsbaarheid van het systeem wordt dan doorgegeven aan alle andere gebruikers van dat systeem, zodat zij maatregelen kunnen nemen. Denk bijvoorbeeld aan de kwetsbaarheid die bekend werd over Citrix, voordat er bij veel organisaties al misbruik van was gemaakt. Dankzij de wereldwijde informatie, het monitoren van de informatie en het delen van oplossingen voor kwetsbaarheden worden de systemen steeds beter. Aanvullend aan deze scans heb je gespecialiseerde bedrijven die een doorlichting doen van je digitale systemen. Bijvoorbeeld een pentest. Pentest staat voor penetratietest. Daarbij wordt eenmalig onderzocht of er zwakheden zitten in de beveiliging van je systeem door het aan te vallen en proberen binnen te komen. Dit kun je periodiek laten doen als er grote veranderingen zijn of als je een nieuw systeem of applicatie hebt. De kosten voor actieve, permanente monitoring door externe partijen kunnen snel oplopen. Daarom is het belangrijk om op basis van je risicoanalyse de juiste afweging te maken in je monitoring. Het belangrijkste is dat er een juiste actie volgt op dat wat er wordt gemonitord. Oftewel, je plan, do, check, act cyclus. Monitoring is dus onderdeel van deze cyclus. In deze video heb je meer gehoord over hoe jij de digitale veiligheid in jouw bedrijf kunt monitoren. Het monitoren kan op verschillende manieren. En je kunt monitoren zelf doen of uitbesteden. Hoe wil jij de digitale veiligheid in jouw organisatie monitoren?